Welkom bij het themajournaal Medicinale Cannabis van juli 2017. In dit journaal is aandacht voor alles wat u als zorgverlener moet weten om patiënten die overwegen medicinale cannabis te gebruiken goed te begeleiden. Het aantal patiënten dat medicinale cannabis gebruikt neemt steeds verder toe. Medicinale cannabis is, hoewel legaal verkrijgbaar, geen standaard geneesmiddel. Het gebruik van dit middel vraagt daarom om goede voorlichting en begeleiding door arts en apotheker. Onvolledige voorlichting en misverstanden over medicinale cannabis kunnen ertoe leiden dat patiënten besluiten cannabis aan te schaffen in de coffeeshop of zelf gaan kweken. En dit brengt uiteraard allerlei risico's met zich mee. In Nederland is de productie en verspreiding van medicinale cannabis daarom gereguleerd. Cannabis is beschikbaar in de apotheek op recept en in de vorm van gedroogde bloemen, al of niet gegranuleerd. En het Bureau Medicinale Cannabis is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid in de apotheek. Zij doet dat niet zelf, maar ze heeft een aantal bedrijven gecontracteerd. Een teler, een analyselaboratorium, die doet de analyse van de cannabis. En een logistiek dienstverlener, verantwoordelijk voor de verpakking en de distributie van de cannabis naar de apotheek. En gezamenlijk zorgen we ervoor dat de cannabis die de patiënt in de apotheek beschikbaar krijgt en op recept krijgt, dat die voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. Medicinale cannabis is, in tegenstelling tot de zelfgekweekte cannabis en cannabis uit de coffeeshop, van gereguleerde kwaliteit. Het belangrijkste verschil tussen cannabis uit de coffeeshop en cannabis uit de apotheek, het zijn eigenlijk twee dingen. Dat is standaardisering en kwaliteitscontrole. Nou, standaardisering betekent dat de cannabis uit de apotheek altijd dezelfde samenstelling heeft aan actieve stoffen. Dus je weet exact wat erin zit en daardoor kun je ook het effect redelijk voorspellen. In de coffeeshop weet je nooit wat erin zit, want niemand test het en het wordt ook niet gerapporteerd. Aan de andere kant heb je de kwaliteitscontrole. Je wilt van medicinale cannabis zeker weten dat er geen verontreinigingen in zitten. We hebben het over pesticiden, zware metalen, schimmels, haar en andere verontreinigingen die er niet in thuis horen. Medicinale cannabis uit de apotheek heeft dat nooit. Dat wordt door onafhankelijke laboratoria getest en vastgesteld. En in de coffeeshop weet je niet zeker wat erin zit. Het RIVM heeft recent een studie gedaan onder 25 coffeeshop samples die ze hadden gekocht. En in 23 daarvan vonden zij behoorlijke gehaltes aan pesticiden. Dus het is een werkelijk probleem dat je in de coffeeshop ook tegenkomt. Een groot verschil tussen medicinale cannabis en een regulier geneesmiddel is dat er voor medicinale cannabis geen uitgebreid klinisch onderzoek is gedaan voor het product beschikbaar kwam. Er zijn weinig wetenschappelijke onderzoeken beschikbaar naar de werkzaamheid van medicinale cannabis. Een belangrijke reden is dat er geen gestandaardiseerd cannabis beschikbaar was tot voor kort. En er ook geen placebo-cannabis beschikbaar was. En dat zijn toch twee componenten die onmisbaar zijn om goed de werkzaamheid van cannabis te kunnen bepalen. Door het ontbreken van dergelijke onderzoeken zijn bijvoorbeeld indicaties, bijwerkingen en contra-indicaties minder goed gedocumenteerd. Kennis over de werkzaamheid van medicinale cannabis komt dus niet zozeer uit klinische studies, maar vooral uit ervaringen van artsen en gebruikers. Daarnaast is er steeds meer bekend over cannabinoïdreceptoren. Deze receptoren bevinden zich met name in het centrale zenuwstelsel en op cellen van het immuunsysteem. Ze zijn betrokken bij onder andere pijnmodulatie, anti-emetische effecten, geheugen, motoriek en immunologische respons. Kennis over het cannabinoïdsysteem in combinatie met klinische ervaring leidt ertoe dat er steeds meer bekend is over effecten van medicinale cannabis bij verschillende ziektebeelden. Er is effecten verwachten op basis van aanwijzingen en ervaringen van patiënten bij een aantal ziektebeelden. Echt hard bewijs is het nog niet. Waar effecten verwachten is bijvoorbeeld bij pijn, misselijkheid, slapeloosheid en gebrek aan eetlust door ernstige ziektebeelden of door medicatie, zoals chemotherapie en opiatengebruik. Verder zijn er goede aanwijzingen dat het helpt tegen zenuwpijnen, tegen glaucoom, tegen Tourette-syndroom. Verder zijn er voor een heleboel andere ziektebeelden nog onvoldoende aanwijzingen. Zoals bijvoorbeeld huidproblemen of zelfs de behandeling van kanker.
Als zorgverlener is het goed u te realiseren dat er bij al deze indicaties nog onvoldoende hard bewijs is voor werkzaamheid. Medicinale cannabis is daarnaast altijd symptoombestrijding. Het pakt de onderliggende oorzaak van een aandoening niet aan. Tot slot is medicinale cannabis in principe pas een optie als reguliere behandelmethoden onvoldoende effect hadden of niet geschikt zijn. Als een patiënt in samenspraak met zijn zorgverlener besluit om medicinale cannabis te gaan gebruiken, zijn er verschillende variëteiten waaruit hij kan kiezen. Alle variëteiten hebben een gestandaardiseerde kwaliteit. Er zijn heel veel soorten of variëteiten cannabis in de wereld. En daar zul je dus een keuze uit moeten maken hoe je die medicinaal indeelt. En dat gebeurt eigenlijk op de basis van twee principes, namelijk het THC en het CBD-gehalte. Je kunt een soort hebben hoog in THC, een soort hoog in CBD of juist allebei aanwezig in een 1-op-1 verhouding. Dus dat is één manier waarop de cannabissoorten worden aangeboden in het Nederlandse cannabisprogramma. En het andere manier waarop ze worden ingedeeld, dat zijn de sativa en de indica types. Waarbij de sativa types degene zijn waar je meer energie van krijgt, waar je wakker van wordt en waarvan je dingen wil gaan doen. Bijvoorbeeld als je last hebt van MS of je slaapt heel veel, je weinig energie. En daarnaast heb je de indica types cannabis en die zijn juist meer kalmerend. Als je wil relaxen of je wilt goed kunnen slapen, je hebt ADHD en je wilt kalmeren. Dus je hebt sativa en indica soorten, THC en CBD types en die komen in alle combinaties voor in de Nederlandse apotheek. De keuze voor een bepaalde variëteit wordt gemaakt op basis van ziektebeeld en voorkeur van patiënt en arts. De keuze van de variëteit, met name verhouding THC-CBD, hangt af van de gewenste effecten. Als mensen niet gewend zijn aan THC, dan zal je zo laag mogelijk moeten beginnen. Bij kinderen zal je ook heel laag moeten beginnen. CBD wordt in feite een beetje gebruikt om het effect, het sederende effect van de THC een beetje te counteren. En de CBD zou ook wat meer ontstekingsremmend zijn. Voor alle variëteiten van medicinale cannabis geldt dat er eerst verhitting moet plaatsvinden om de stoffen in de plant om te zetten in de meest actieve vorm. Veel gebruikte toedieningsmethoden zijn verdamping en thee. Het roken van medicinale cannabis wordt expliciet afgeraden omdat dit schadelijk is voor de luchtwegen. Het voordeel van de thee is dat de patiënt die kan het zelf maken. Die is niet afhankelijk van een apparaat om het te maken. Dat maakt de patiënt flexibeler. Een nadeel van de thee is dat de smaak kan een rol spelen bij de thee. Daarnaast is voor het zetten van de thee speelt temperatuur een belangrijke rol. Temperatuur is nodig om de actieve stoffen te verkrijgen, dus de THC. En dat kan variëren bij de thee. Een ander nadeel is dat de THC in de maag wordt afgebroken, dus er is meer cannabis nodig om hetzelfde effect te krijgen. Een voordeel van een inhalatie is dat het heel snel werkt. Daarnaast kan de patiënt heel goed doseren. Die kan op basis van het effect precies weten hoeveel gram cannabis er nodig is. En dus de dosering wordt wat makkelijker voor de patiënt. Een nadeel is dat de patiënt dus met een vernevelapparaat moet lopen en dat kan een grote drempel zijn. Naast de thee en verdamping bestaat er ook olie op basis van medicinale cannabis-extract. De Transvaal Apotheek en een toenemend aantal andere apotheken produceert deze olie onder gecontroleerde omstandigheden. Het voordeel van de cannabisolie is vooral het gebruiksgemak. De patiënt kan de olie bij zich houden. Kan op elk moment van de dag kan er gedoseerd worden. Een ander voordeel is dat er gedruppeld kan worden onder de tong. En er kan ook met een spuitje gedoseerd worden, waardoor de dosering nauwkeurig wordt. Een hele grote nadeel is de smaak. Het is heel bitter en het kan met name voor kindjes een probleem zijn. Naast de cannabisolie uit de apotheek zijn er ook drogisten en internetverkopers die cannabisolie aanbieden. De samenstelling en kwaliteit van deze olie is echter niet gegarandeerd en het gebruik wordt dan ook afgeraden. Net als elk geneesmiddel geeft ook medicinale cannabis bijwerkingen en zijn er contra-indicaties. Nou, de meest voorkomende bijwerkingen van medicinale cannabis die we in de kliniek terug horen zijn gelukkig niet zulke hele serieuze bijwerkingen. Mensen klagen met name over vergeetachtigheid, slaperigheid en duizeligheidsklachten.
Daarnaast komen ook wel een euforisch gevoel, dus het haaiengevoel eigenlijk voor. Rusteloosheid komt ook wel voor. Terwijl andere mensen juist de slaperigheid aangeven. Er zijn ook wel wat serieuzere bijwerkingen waarbij je ook moet rekening houden met het voorschrijven. Dat er wel ook verhalen zijn over verslavingsproblemen of afhankelijkheid van medicinale cannabis. En er zijn ook wel ritmestoornissen of andere cardiale problemen beschreven, omdat je tachycardieën kan ontwikkelen. Gelukkig is er uit recente onderzoeken wel gebleken dat de serieuze bijwerkingen eigenlijk weinig frequent voorkomen. De minder serieuze bijwerkingen waar mensen over klagen, die komen wel frequenter voor. Heb je zo'n 3 keer zo'n grote kans. Maar eigenlijk is dat vaak geen reden om te stoppen met het gebruik van medicinale cannabis. Het risico op afhankelijkheid is bij het therapeutisch gebruik van medicinale cannabis waarschijnlijk minimaal. Bij langdurig gebruik van hoge doseringen kan mogelijk wel afhankelijkheid optreden. Stoppen kan dan ontwenningsverschijnselen geven, zoals rusteloosheid, prikkelbaarheid, slapeloosheid en misselijkheid. Patiënten die eerder afhankelijk waren van cannabis moeten extra voorzichtig zijn met het gebruik van medicinale cannabis. Er zijn eigenlijk 2 harde contra-indicaties voor het voorschrijven van medicinale cannabis. Dat betreft psychotische stoornissen en verslavingsproblematiek. Dit is omdat de medicinale cannabis psychoses eigenlijk kan induceren of de ernsten van doen toenemen. Er zijn ook nog enkele relatieve contra-indicaties voor het voorschrijven van medicinale cannabis. Dit betreft de andere psychiatrische stoornissen zoals een depressie of een angststoornis. Daarnaast natuurlijk de cardiale problemen. Dus bij mensen met coronaria lijden moet je terughoudend zijn in verband met de ritmestoornissen en tachycardieën. Bij adolescenten tot en met 24 jaar moet je ook terughoudend zijn, omdat de neurologische ontwikkeling en de ontwikkeling op school nadelig kan beïnvloeden. Verder is het bij in de zwangerschap en het geven van borstvoeding, daar zou ik ook patiënten het niet voorschrijven. Het gaat over in de moedermelk en de effecten natuurlijk onder zwangeren en bij lactatie is niet onderzocht. Naast alle genoemde inhoudelijke overwegingen is er een aantal onderwerpen waar u rekening mee moet houden als u patiënten met medicinale cannabis begeleidt. Zo valt medicinale cannabis onder de opiumwet. Medicinale cannabis wordt niet vergoed uit de basisverzekering, al bieden sommige verzekeraars, bijvoorbeeld via een aanvullende verzekering, soms toch de optie om het gebruik te vergoeden. De apotheker kan dit samen met de patiënt nagaan. Goede voorlichting en begeleiding zijn noodzakelijk bij het gebruik van medicinale cannabis. Zeker omdat er bijvoorbeeld op internet veel discutabele medische claims en aanbieders van cannabisolie circuleren. Wilt u meer weten over dit onderwerp, dan kunt u op de website van het Bureau Medicinale Cannabis betrouwbare en objectieve informatie vinden. Voor FTO-groepen is ook de FTO-module Medicinale Cannabis beschikbaar op de website van het IVM. Dank voor uw aandacht voor dit journaal. En graag tot de volgende keer.